Goedenavond Nina, we staan hier op de prijsuitreiking van Miss Wellness Beauty. Hoe is dat tot nu toe wel meegevallen? Heel leuk, ja. Het is leuk om iedereen terug te zien. Ja. Maar er ligt nog, dus nog wel iets meer dan dat. Hè. Ik denk dat je toch wel wat prijzen hebt gekregen ook al. Hè. Ja, heel veel. Heel veel. Welke waren dat? Mogen we dat weten? Of is dat... Verschillende prijzen. Onder andere de reis naar de Seychelles met Bateau Bleu en een handgemaakt juweel van Exclusive Jewelry by Vos. En dan daarnaast ook een spraytempakket van Lazuur. Ook van Utsukussi een heel pakket. Ook veel bonnen zoals bikinien en zo. Dus heel veel prijzen. Ik heb me laten vertellen dat er heel wat waarde aan hangt aan die prijzen. Heb je een idee van de waarde van de prijzen die je gekregen hebt? De totale waarde heb ik geen idee van, want het is al heel veel. Duizenden euro's. Ja, hè? Zeker. Ik heb me laten vertellen, het juweel alleen is al 2000 euro. Ja, en de reis komt er ook nog eens bij. Dat is ook nog een enorme... De reis naar de Seychelles, dat spreekt toch wel een beetje tot de verbeelding, niet? Ja, ik weet het niet. Ik ben er nog nooit geweest. Daarom juist. Ik heb er heel veel zin in. Ja. Die ga je meenemen? Dat weet ik nog niet. Nee. Ik weet het echt nog niet. Ik ben altijd kandidaat, hè? Ja, veel mensen. Kandidaten genoeg. Dat is een weekje op zo'n zeilboot. Ja. Vol pensioen, alles wat je wil. Ja, een privé-katamaran. Dus ik heb er heel veel zin in. Ja, je bent toch wel een beetje mee. U gaat in de boter gevallen. Zeker, ja. Het was hard werken waard. Ja, hoe hard heb je daar dan moeten verwerken? Gewoon heel hard, maar ik had eigenlijk niet verwacht dat ik ging winnen. Dus tegen het einde was het meer amuseren eigenlijk. Maar ja, ik wou het wel heel graag natuurlijk. Ik heb wel mijn best gedaan. Als je je amuseert, is eigenlijk het leukste, want dan ben je jezelf. Ja, dat wel. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom ik ben gewonnen. Dat mensen wel echt zagen dat ik gewoon, ja, het heel graag deed gewoon. Dat ik het met heel veel plezier deed. Wat staat er nu nog op het programma de volgende maanden? Het natuurcriterium komt eraan in Antwerpen. Dat is 31 juli. En wat is dat juist? Dat is van de wielerwereld eigenlijk. Ja, dus samen met Bart de Wever. Ja, dat staat er als eerste op het programma. En dat is elke beetje zien wat er op de agenda komt. Hoeveel nieuwe mensen heb je nu zo leren kennen, denk je? Superveel. Ja, dat weet ik nu van buiten, maar echt heel veel. Ja, ik heb al heel veel leuke dingen mogen doen. Wat betekent het nou? Je bent eigenlijk ambassadrice van de wellnesssector. Wat betekent dat voor jou? Eigenlijk een stem zijn voor alle schoonheidsspecialisten, mensen in de beautybranche, dus ook nagelstylisten en zo. En eigenlijk een beetje uitspreken wat iedereen denkt of zo. Dus, en er toch een actie aan vastmaken. Nu, een goede ambassadrice, je bent het natuurlijk zelf. Je bent een goede ambassadrice. Wat moet die eigenlijk in haar mars hebben? Goh, die moet wel een beetje van alle markten thuis zijn. Dus ik ben ook nagelstyliste, schoonheidsspecialiste, make-upartiste, sport- en voedingscoach. Dus wel van alles een beetje de kennis hebben, zodat je wel weet waarover dat de mensen praten. Dat je iedereen ook kunt vertegenwoordigen. En ook genoeg ervaring hebben natuurlijk. Hè. Welk onderdeel van die finale vond u nu eigenlijk het leukste om te doen? Alles. Maar buiten het interview met mij. Dat was het leukste. Alles, maar ik denk dan meer de galakledij. Ja. Dat was wel even een prinses voelen. Dus. Ja, is dat? Dat was wel heel leuk. Ja. En de prijsuitreiking zelf? Ja, die is ook heel leuk natuurlijk. Ja. Ongelooflijk spannend, denk ik. Ja, want vergeet eventjes wat je eigenlijk allemaal wint, omdat je er niet bij stilstaat. De grote prijs is natuurlijk ambassadrice worden. En nu pas besef je wat er nog bij komt. Maar het is ook gewoon heel leuk om iedereen echt terug te zien. Je hebt ook een eigen zaak, dacht ik. Hè? Ja, ik ben schoonheidsspecialist aan huis momenteel, ja. En zijn de mensen waar je nu komt, zijn die trots op jou? Ja, ze zijn wel blij, want de meesten hebben natuurlijk een stand op mij. Hè? Dus die leven wel mee met het hele avontuur, ja. En spreken die daar dan over? Of ja? Ja, die volgen mijn Facebookpagina. Dus die weten natuurlijk altijd wat er gebeurt. En die reageren dan ook wel daarop. Dus dat is wel leuk om te zien natuurlijk. Want door hun is het begonnen. Hè. Ja, het moet toch wel leuk zijn zo'n BV te kennen. Ja, ja, zeker. Ja. BV, ja. Ja, toch wel een beetje. Oké, goed. Ik wens je nog heel veel succes. En tot de volgende keer, Anina. Ja, dank u zeker. Tot de volgende keer. Dank u.